Ik ben Milo Bos, ik werk bij ABN AMRO Commercial Finance in de functie Group Controller. Gaandeweg het programma werd het me steeds duidelijker dat het een reis was en dat je ergens begon waar je nog niet wist wat je ermee wilde bereiken. En tegen het einde van het programma wist ik precies waar ik naartoe wilde gaan en wat me te doen stond. En dat heb ik daarna ook gewoon gedaan. Een van mijn punten binnen dit programma, mijn Make It Happen, zo heet dat, was dat ik eigenlijk voor een hele grote groep een presentatie zou gaan houden. Ik heb uiteindelijk voor een kleine 200 man heb ik een presentatie kunnen geven. En dat is ook goed ontvangen. En ik heb ook heel veel complimenten daarbij gekregen van mijn collega. Dat is voor mij in ieder geval, als ik terugkijk, zoiets van, ik had daar moeite mee. Ik heb het programma gevolgd. En in mijn programma heb ik hier aandacht aan besteed. En uiteindelijk heb ik die presentatie kunnen geven met goed gevolg. Voor mij is het allerbelangrijkste wat ik eraan overgehouden heb, dat ik rustiger ben geworden en dat ik nu rustig aan de volgende stappen in mijn carrière kan denken. En dat dit mij zowel privé als zakelijk helpt. En dat is mijn return on education.